De inzet van een kroongetuige kan cruciaal zijn om de zwaarste criminelen van ons land achter de tralies te krijgen. Maar de kroongetuigenregeling staat onder druk omdat het beveiligingssysteem uit zijn voegen barst. En u heeft natuurlijk gewerkt vroeger als officier van justitie. Ook staatssecretaris geweest van Veiligheid en Justitie. Maar toch even als officier van justitie. Hoe pakte u dat eigenlijk aan, zo'n deal sluiten? Nou, jij moet zorgen dat er vertrouwen is bij degene van wie je iets verlangt op een strafzitting. Dat die gaat leveren, dat die gaat verklaren. En dat betekent dat je als zaaksofficier die zo'n strafzaak moet doen, dat je ook best wel contact moet maken met zo iemand. En vertrouwen betekent over een hele lange periode. Dus niet alleen in de fase dat hij verklaringen gaat afleggen, zo'n getuige. Maar dat hij ook in twee fases, bij de rechtbank en in hoger beroep, ook levert. Dus dat betekent dat er tussen zo'n kroongetuige en het openbaar bestuur, in dit geval de zaaksofficier, een vertrouwensbasis moet zijn. Ja, en je moet ook weten dat het betrouwbaar is. Want het is natuurlijk tenslotte zelf ook een crimineel. Nou, dat moet je dus checken. Je gaat dus kijken, is er aanvullend bewijs? Is er steunbewijs aan de getuigenverklaringen? Is er uit bijvoorbeeld telecommunicatieonderzoek, wat nu de afgelopen 4 jaar natuurlijk heel erg belangrijk is. Gecodeerde berichten, kun je die gebruiken als bewijs. Dus altijd aanvullend. Er moet altijd meer bewijs zijn. Het is altijd heel ingewikkeld gebleken. Het kan wel, maar bijvoorbeeld op basis van 2 verklaringen kan je ook iemand veroordeeld krijgen. Maar dat is echt ingewikkeld. Ja. Dus je moet wel zorgen dat er ook bewijzen zijn dat iemand betrouwbaar verklaart. Maar misschien het allermoeilijkste is wel om te zorgen dat zo'n kroongetuige, die wil daar wat voor terug. Nou, daar moet je uitkomen. Maar je moet ook zorgen dat zo'n persoon denkt, Ik heb vertrouwen in het OM die daarmee aan het werk is. Nou ja, dat is misschien wel het allerbelangrijkste. En daar is natuurlijk nu veel om te doen. En dan hebben we natuurlijk ook, je moet ook zorgen dat de kroongetuigen en zijn familie en de mensen om hem veilig zijn. En daar is natuurlijk nu heel veel om te doen. Er was een heel kritisch rapport van de OVV over de moorden op de broer van kroongetuigen Nebo B. Natuurlijk op zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries, zijn advocaat Dirk Wiersum, 3 moorden. Wat moet daar nu de consequentie van zijn? Want er zijn Kamerleden die zeggen, ja, zolang je die veiligheid niet kunt garanderen, moet je voorlopig gewoon niet die kroongetuigen inzetten. Ik denk dat het zo is dat je dat niet moet doen. Kijk, het Openbaar Ministerie zat in deze zaak, maar ook wel in andere zaken, voor een duivels dilemma. Soms moet je die kroongetuigen gebruiken om te zorgen dat een aantal liquidaties stoppen. Mm-hmm. OM had te maken met liquidatiegolf, die moet gestopt worden. Strafbare feiten moet je stoppen. En dan zit je met een duivels dilemma. Moet je dan met die kroongetuigen in zee om die liquidaties die nog steeds plaatsvinden, om die te stoppen? Terwijl je aan de andere kant weet, ik heb nog niet voor 100% die bescherming zo kunnen regelen zoals ik misschien zou willen. Hè? Want dat blijkt wel in deze concrete zaak uit het onderzoeksrapport. Een vernietigend rapport. Maar goed, dat moet je aan de voorkant beslissen. En daar is natuurlijk ook over gediscussieerd, daar is over gepraat. Dat gebeurde in het verleden ook. En het is altijd makkelijker om aan de achterkant te oordelen dan aan de voorkant te beslissen. En ja, om nou te zeggen, we hebben die bescherming niet voor 100% geregeld. Dus we gaan toch niet proberen de liquidatiegolf te stoppen. Dat wil ook niemand. Want dan zeg je, nou laat dat moorden maar zijn gang gaan zonder dat je er wat aan doet. Maar toch, dus dat gezegd, is een afweging die je moet maken aan het begin. Maar zoals gezegd, er zijn dus Kamerleden die zeggen, voorlopig geen deals. En dat is niet alleen vanuit de oppositie. Er zijn ook geluiden van coalitiepartijen D66 hierover. Ik denk dat de kroongetuigenregeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Maar dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat het ook een betrouwbare regeling is en dat er niet ongelukken van komen. Dus laten we nou zorgen dat we de basis op orde brengen, zowel qua capaciteit bij de politie, maar ook hoe we de kroongetuigenregeling hebben vormgegeven, zodat we dan die strijd voluit aan kunnen. Hoe lang hebben we daarvoor nodig, denkt u? Ja, zodra de minister ook het met D66 eens is dat we inderdaad deze kroongetuigenregeling anders moeten vormgeven, dan kan dat in ieder geval snel. En laten we zo hopen dat ook het stelsel bewaken beveiligen voortvarend wordt aangepakt, want het is hoog nodig. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd hoe de ChristenUnie erin staat. Zegt u nou voorlopig even geen kroongetuigen meer inzetten tot het op orde is? Of zegt u nee, daar moet je mee doorgaan? Ik vind het heel belangrijk dat we zware criminaliteit in ons land aanpakken en dat ook de kopstukken zich niet straffeloos ergens kunnen verschuilen. En eerlijk gezegd is dat een heel groot probleem. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. En zijn die kroongetuigen dus daarin essentieel? We zien daarin dat het heel slecht lukt om anders die kopstukken veroordeeld te krijgen. Dus het is belangrijk dat we die regeling hebben, maar dat we hem ook op een goede manier uitvoeren. Mm-hmm. Het onderzoeksrapport laat zien dat er echt een aantal hele dingen structureel niet goed gaan. En dat er echt veel werk is voor de minister om heel snel op te pakken en mee aan de slag te gaan. Dus die aanbevelingen van het rapport, die heel veel kunnen betekenen voor een goede regeling, die moeten zo snel mogelijk opgevolgd. Mm-hmm. Maar moet je dus in die tussentijd zeggen, dus dan nu even niet hiermee doorgaan? Nou, dan eerlijk gezegd geef je dan dus die zware criminelen, die echte enorme boeven, die
niets ontziend zijn, geef je een beetje het signaal, wij trekken even onze handen terug. Ja, dat is niet het signaal dat ik wil geven. Als jij hier crimineel bent en je zorgt ervoor dat mensen onveilig zijn, dan moet je weten, de politie zit achter je aan, het OM wil jou opsporen en je komt, als het even kan, in de bias. En nou, hier vinden jullie elkaar dan dus is niet. Dat wat ik een beetje mis nog in het gesprek. We moeten het allermeest hebben over hoe pakken we die boeven aan en dan wel binnen de grenzen van de rechtsstaat. En daar ziet het rapport ik met goede ik ben blij dat we in de belangrijke onderwerpen in Nederland, in de samenleving, dat we elkaar wel kunnen vinden. Ja, maar dit is een onderwerp waar ik het wel vind. Ik ben dat ook met mevrouw Bikker eens. Maar je moet wel, en dat zegt sneller terecht in dit stukje van D66, je zal wel de capaciteit moeten uitbreiden. Precies, en de vraag dat is zegt ook, de politie zelf natuurlijk ook. Hè? En de vraag is of je elke zaak waar je iemand moet beschermen, en dat zijn niet altijd kroongetuigen, dat zijn ook mensen die in de samenleving een functie vervullen en nu ook doelwit worden van de georganiseerde misdaad. Misschien moet je ervoor kiezen om die beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld journalisten, advocaten, om daar niet het Openbaar Ministerie het voortouw te geven, maar dat buiten het systeem te brengen zoals het er nu ligt. Dat je, als het om zaken gaat op de zitting, dat je daar het OM-leading is. En dat het om andere zaken gaat, dat daar de politie of een andere autoriteit, de Nationaal Coördinator-leading is. Dat zijn andere zaken. Zometeen dan praat ik met ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker over waarom zij tegen gokreclames is. En via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van